Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, beste broeders en zusters. Belangrijke boodschap. Ik zal voortaan ook op TikTok te zien zijn. Ik heb een TikTok-kanaal aangemaakt. Nee, het is niet om geld te verdienen. Absoluut niet, Allah is mijn getuige. Ik heb een TikTok-kanaal aangemaakt omdat ik zie dat heel veel jeugd, vooral onder de moslims, maar ook zusters en broeders, echt verkeerde dingen aan het doen zijn, subhanallah. Ze laten alleen maar hun zonden zien, alleen maar fitna, alleen maar haramzaken, subhanallah. En daarom heb ik ook besloten om een TikTok-kanaal aan te maken. En ik zal mij hier ook inzetten omwille van Allah subhanahu wa ta'ala, om het goede te verkondigen. Om het goede te verkondigen en het slechte te verbieden. Dat is eigenlijk namelijk ons taak van alle moslims. Maar alleen vele moslims, subhanallah, geven een verkeerde voorbeeld hier op TikTok. Wij kunnen social media gebruiken ook voor da'wa. Maar waar wij die voor gebruiken, is alleen maar om haram zaken naar buiten te brengen, subhanallah. We moeten Allah vrezen. Dit is ook een boodschap. Vrees Allah. En doe da'wa en verkondig het goede omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus ook hier zul je mij vaak zien omtrent de dood, het graf en et cetera. Natuurlijk zullen mensen zijn die zullen zeggen, heb jij geen leven dan alleen maar de dood? Dat is mijn leven. Mijn leven is om mezelf te herinneren aan de dood en jullie. Dat is mijn leven. En als je dat niet leuk vindt, of je wordt geconfronteerd met de dood en het graf, ja, dan kun je mij altijd ontvolgen. Maar dat is de realiteit. En de dood wordt bij het leven. Of je het nou leuk vindt of niet. En de dood zal jou komen ophalen. Op jonge leeftijd, op oudere leeftijd. Of je nou rijk bent, of je nou arm bent. De dood zal jou en mij komen ophalen. Khair inshallah. Murad Badaw. Ook nu voortaan te vinden op TikTok. Volg mij op TikTok. Geef het door aan je kinderen. Geef het door aan je nichtjes. Geef het door aan je neefjes. Hè? Want we weten dat heel veel kinderen op TikTok hun tijd aan het verdooien zijn. Dus barakallahu'alaikum, geef dat door. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.